hoeveel leden heeft hij vandaag geregistreerd? In totaal zou het om en bij de 20.000 moeten zijn. Ik zag net BVD daar tussen die leeuwen. Ja, maar ik heb ook altijd gezegd, de nieuwe leeuw is de BVD zonder opportunisten. Wij hebben dezelfde verkiezingsprogramma, min of meer voor een groot deel. Dezelfde statuten, dezelfde alles. Wij hebben alleen de opportunisten de partij gezuiverd en onder een andere naam vrijgewaard van alles met die onnodig op de partij waren gekomen, hebben wij gemeen die partij door te zetten. Alsjeblieft. Dank u wel. Wij gaan voor regeermacht. Ik denk het zou niet goed zijn naar de achterbaan om ze te vertellen dat je in de oppositiebanken gaat zitten, waar je leuke speeches kan afgeven, maar weinig voor ze kan doen. ...40% van de kiezers bijna die zweven. Dat wil zeggen, die mensen kijken naar een ander alternatief. Ze kiezen op basis van wat ze gaan zien en wat er nog komt. Ze hebben hun keuze nog niet gemaakt, dus men wacht op wat er komt. U gaat van ons geen koskossie en geen belastering van mensen. Wij gaan echt overal vertellen hoe en wat wij willen doen en waar we het gaan vinden om die dingen te kunnen doen. We gaan geen verhalen voorhouden aan mensen. En daar hebben we veel tijd in gestopt. Wij vinden dat de politiek beter kan en dat het niveau van de burgers toch wel zo ver is dat ze inderdaad gekwalificeerd genoeg zijn om een nieuw tijdperk van politiek voeren in te gaan. Heeft u al uitgerekend hoeveel zetels jullie binnen gaan halen? Kijk, uitgaande voor 40% betekent dat tussen 12 en 15 zetels zweven. En wij denken als wij in staat kunnen zijn om tenminste de helft daarvan, dan hebben we alle succes, maar we hopen veel meer natuurlijk daarvan te kunnen binnenhalen.